In dit filmpje laten we u kennis maken met het nieuwe telen. Het nieuwe telen is een aanpak om met minder energieinput optimaal te telen in kassen. Het nieuwe telen is ontwikkeld vanuit het programma KAS als energiebron, het co-innovatieprogramma van het tuinbouwbedrijfsleven en de overheid met als doel energiebesparing en verduurzaming in de glastuinbouw. Het energieverbruik in kassen wordt veroorzaakt door warmteverlies aan de buitenkant, dus door het glas, en door de noodzakelijke afvoer van vocht. Het vocht wordt geproduceerd door het gewas en dat is nodig om het gewas gezond te laten groeien. Vaak worden planten gestimuleerd om extra te verdampen. Dat noemen we het gewas activeren. In het nieuwe telen wordt gestreefd naar een betere kasisolatie door intensiever te schermen, liefst met dubbele schermen en zonder kieren. Het activeren kan met gerichte luchtbeweging en het doseren van droge, opgewarmde buitenlucht op de plek waar dit het beste effect heeft. Dit is meestal onderin het gewas. Het nieuwe telen wordt al toegepast in de praktijk in diverse teelten. Soms kan al met eenvoudige klimaatmaatregelen besparingen bereikt worden. Nog meer resultaat wordt bereikt met investeringen in apparatuur voor buitenluchtdosering, luchtbeweging en isolatie. Twee telers vertellen over hun ervaringen. Ruud van Leeuwen van Klondike Gardens teelt gerbera's in Berkel en Roderijs. Hij is nauw betrokken bij de proef met het nieuwe telen gerbera bij Green Q Improvement Center. Hij vertelt over zijn ervaring met het nieuwe telen. Op het Improvement Center bij het nieuwe telen is er een nieuwe belichtingsstrategie ontwikkeld en toegepast. Dit heeft ons ook toe bewogen om kritisch naar de belichting te kijken. Nu beginnen we iets eerder in het najaar met meer belichten en in het voorjaar schakelen we de belichting eerder af, omdat we dan toch al voldoende buitenlicht hebben. Ja, dit buitenlicht kan je weer het beste meten in de kast met behulp van een PAR-meting. En daardoor weet je of je voldoende groeilicht hebt om genoeg bloemen te kunnen produceren. Doordat we de warmte nu iets anders inzetten door meer onderbuis te gebruiken, hebben we minder last van ziektes en schimmels. De plantgezondheid is naar ons idee beter en daardoor de productie ook. Vorig jaar hebben wij nokschot in de kas geplaatst. Het doel hiervan is om de luchtstroom te onderbreken en een gelijkmatig klimaat te creëren boven het doek. Nou, het voordeel hiervan is dat er minder temperatuurverschillen in de kas zijn en hierdoor hebben wij minder last van meeldauw en natte plekken of kans op natte plekken in het gewas. De informatie over het nieuwe telen haal ik uit vooral de proefbezoeken, maar ook vakbladen die lees ik goed. En daarnaast met excursies leer je toch ook van andere telers nog veel. In de toekomst is het goed mogelijk dat wij slurven gaan plaatsen en het nieuwe telen volledig toe gaan passen. Om zo toch je klimaat nog beter te kunnen beheersen en te besparen op je energiekosten. Om goed de verschillen te weten tussen boven en onder het gewas zou ik in de toekomst wel nog een extra meetbox onder het gewas willen hebben. Om daar ook de vochtigheid en temperatuur te kunnen meten en daarop ook te kunnen regelen. Door betrokken te zijn bij het nieuwe telen ben ik wel veel bewuster geworden van waar we mee bezig zijn en hoe we het klimaat steeds beter kunnen instellen. Erik Verijken teelt samen met zijn broer en neef trostomaten op 4 locaties in Oost-Brabant. Verijken kwekerijen behoort tot de eerste bedrijven die geïnvesteerd hebben in het nieuwe telen. Eerst in 2009 in een nieuw gebouwde kas en vanaf eind 2012 ook in een bestaande kas. De investeringen die we gedaan hebben voor het nieuwe telen zijn een dubbel scherm en een ontvochtingsinstallatie. De nieuwe manier van telen is nu dat we eigenlijk gewoon veel meer de schermen gebruiken. Veel minder met mini-buizen werken. Het luchten voor vocht hoeven wij niet of bijna niet te doen. Het is wel een andere manier van denken om er gewoon minder energie in te stoppen en meer te schermen. De voordelen van dit systeem is dat wij weinig ziektedruk hebben. De klimaatgelijkheid is een stuk verbeterd door het systeem, waardoor wij minder kans hebben op ziektes en minder uitval en makkelijker werken is. De besparingen die we hier gerealiseerd hebben zijn zeg maar 10 kuub per vierkante meter per jaar. We kwamen van 40 kuub af in de tomatenteelt en we zitten nu op dit bedrijf ongeveer op die 30 kuub gas per vierkante meter per jaar. Als tip wil ik nog wel meegeven, kijk goed naar de capaciteit en de weerstand van de luchtslangen en de kasten. Want met te veel weerstand
gaat de kosten wel heel snel omhoog of de capaciteit omlaag. Telers en installateurs blijven zoeken naar steeds betere, eenvoudige installaties om het nieuwe telen toe te passen. Bijvoorbeeld de Ventilation Jet. Die wordt ontwikkeld door Hint Installatietechniek samen met Wageningen UR Glastuinbouw en Hogendoren Growth Management bij Pannenkoek Orchideeën in Lansingerland. Met de Ventilation Jet wordt koude, droge lucht van boven de scherminstallaties via een zuigmond door een verticaal blazende ventilator gemengd met warme, vochtige kaslucht en langs de gewassen geblazen. Hiermee kunnen de schermen langer dicht blijven en kan het gewas toch actief blijven. De apparatuur is simpel en de investeringen kunnen laag blijven. Een andere vinding is van Maurice Kassenbouw en wordt toegepast in de Venlo Energy Kas. Deze kas op het Innovatie- en Demonstratiecentrum in Bleiswijk is uitgevoerd met dubbelglas. De Air & Energy is gebaseerd op een efficiënte lucht-lucht-warmtewisselaar die wordt ingebouwd in de gevel. Koude, droge buitenlucht wordt opgewarmd door vochtige, warme kaslucht die tegelijkertijd wordt afgevoerd naar buiten. De droge buitenlucht wordt vervolgens verder langs de planten gebracht via slurven. De lucht in de slurven kan nog extra worden opgewarmd met een spiraal die gevoed wordt met laagwaardige warmte die anders niet benut wordt. Als u meer wilt weten over de achtergronden en ontwikkelingen bij Het Nieuwe Telen, kunt u kijken op de website www.hetnieuwetelen.nl of via www.energiek2020.nu. Hier vindt u ook het rekeninstrument dat een aantal natuurkundige principes met vereenvoudigde rekenmodellen demonstreert. Door hiermee te spelen krijgt u een beter beeld van de processen die zich in de kas afspelen. Het effect van verschillende maatregelen op de vochtbalans en de energiebalans wordt zo duidelijk. Dit is een eerste stap om de principes van het nieuwe telen in de praktijk toe te kunnen passen. Op de website vindt u ook informatie en cursussen voor telers en hun medewerkers over het nieuwe telen.